Tom, wat heb je in je handje? Het is de Xbox Wireless Elite Controller Serie 2. Hoppa, hier op Gamescom. We hebben hem gewoon in onze knuisten. Ja. En jij bent een groot fan van de eerste Xbox Elite Controller. Je zweert erbij. Ik zweer er zeker bij. En daarom was ik ook heel erg verblijd om te horen dat ze een nieuwe gaan maken die nog iets meer tweakbaarheid heeft. En dat is best wel bizar. Ja, want wat kunnen we allemaal... Oké, je kon al dingen tweaken als... hoe diep je je pookje in komt drukken. De tracker heeft een korte stop en een lange stop. Die heeft hij nou 3, dus je hebt ook nog een soort van stop in het midden. Ja, je had er van die pedals achterop. Ja, maar wat kun je allemaal meer nu? Oké, wat er dus meer kan is, ze hebben dit ding sowieso een heel stuk beter gemaakt in de connectiviteit. Er zit nu een USB-C poort in. Er zit nu wel Bluetooth op. Dat had de Elite Controller de eerste nog niet. Dus die kon je echt alleen nog maar met Xbox en Xbox adapters gebruiken. Deze zou je ook gewoon met je iPad kunnen gebruiken. Als je super chill. Ja. Xcloud baby. Ja, en ze hebben dus wat meer tweakbaarheid gedaan, dus ook in de D-pad. En je kunt nu zelfs de stroefheid van de pookjes aanpassen. Dus niet alleen kun je gewoon de hele pook eraf halen zoals bij het oude model. Je kunt echt met een schroevendraaiertje kun je echt de fysieke stroefheid ervan aanpassen. Wat fijn, want ik vind het vaak te snel gaan. Ja, ik heb graag wat meer druk op de ketel. Ja, je wil gewoon iets meer wrijving. Ja. En die wrijving die kun je krijgen, die kun je gewoon zelf erbij schroeven. Wat ik persoonlijk, ja, weet je, het is jammer dat je er echt meer voor moet gaan betalen. Maar dit is wel eigenlijk, dit willen we toch allemaal met alle controllers? Of ben ik dan een of andere gekke nerd? Je bent wel een nerd, en een gekke nerd, want we wennen er ook wel aan als het er niet op zit. Nee, maar het ja. is wel leuk als het er wel op zit. Ik zag ook dat je nu ook je pookjes in breedte kunt, of was dat al zo? Oh, je kunt... Dat er dunnere stukjes zitten, zodat je meer draaiing hebt. Ja, dat zat ook al op het oude model, maar dat waren wat meer de preset pookjes die je erop komt duwen. Daar zat een dunnere bij en een iets dikkere. Okay. Dat hebben ze nu dus interchangeable gemaakt. Tof. Het is €180. Ja, dat is natuurlijk wel echt het grote keerpunt van dit ding. Kijk, de originele Elite Controller was 150. Dat was al steep. Dat was al... Oh, shit, dat is een dure controller. Ja, nu gooien ze gewoon extra veel bovenop. Ja... Het is een premium controller en dat zie je er ook wel aan af, want je krijgt nu, weet je wel, alweer een mooi kistje erbij. Maar dat kistje is nu ook een oplaaddock en ze werken met meer profielen. Ze maken er wel het een en ander van om de prijs een beetje op te drijven, maar 180 is nog steeds... Aan de dure kant. Ja, het is heel erg... Voor de hobbyist. Ja, het is duidelijk wel echt als je een of andere Xbox-purist bent. Nou ja, kijk, ik zweer bij mijn Elite Controller. Ik hoop ook dat deze steviger is gemaakt. Want met de oude Elite Controller waren er ook nog eens wat mensen die zeiden hij gaat heel snel kapot. Heb ik niet meegemaakt. Maar als deze ook echt steviger is op dat front, dan zou ik zeggen dat dit best wel een investering kan zijn die echt een aantal goede jaar met je meegaat. En echt heel veel opties biedt. Dus mocht je echt zo iemand zijn die echt houdt van alle gevoelens onder zijn vingers. Ja, dan lijkt dit wel de controller van die persoon. Alleen je moet wel meer betalen. Begin november. 4 november komt hij uit, €180. Dat geldt ook voor de Europese prijs in Nederland. Je kunt hem al pre-orderen. En als je hem gepre-orderd hebt, raas dan snel naar Gamescom. Want dan krijg je dus ook gewoon mooi deze D-pad erbij. Een exclusieve Gamescom D-pad. Ik vind het prachtig. Zit erbij. Ja, nou ja, als je hem hebt gepre-orderd, je laat het hier zien. En je laat het hier zien. Leuk man. Ik neem deze gewoon mee, denk ik. Dat denk ik ook. De Xbox Elite Controller versie 2. Hij komt eraan.